Goedenavond. Dit is het TV Enschede Nieuws van woensdag 7 december. Met vandaag. Het is de dag van de vrijwilliger. Het ijs in Enschede is niet dik genoeg. En een bedrijf uit Lonneker maakt kans op een prijs voor de slechtste slogan. Maar eerst ander nieuws. Er is lang over gesproken, maar nu gaat het dan eindelijk gebeuren. Er komt een groot recreatiepark in het Rutbeek met 250 huisjes. Er komen ook centrale voorzieningen. Maar een eerder gepland saunacomplex is geschrapt. We staan hier nu op het zuidwesten. En in deze hoek van het Rutbeek zullen de woningen komen. Het zijn er 250 in totaal. En het beslaat ongeveer een gebied van 24 hectare. Wij verwachten dat wij in 2018 de eerste woningen kunnen gaan bouwen. En wanneer verwacht u dat alles af is? Nou, het zal afhankelijk worden van het succes van de verkoop. En wij plannen 3 fases. Eerst 100 woningen, daarna nog 2 keer 75. En... ja, wij gaan ervan uit dat dat mogelijkerwijs eind 2019 gerealiseerd kan zijn. En hoe komt zo'n recreatiewoning er precies uit te zien? Nou, u kunt dat vergelijken met parken als de Rompot, Landal, etc. Dat zijn gewoon standaard vakantiewoningen. Er zal een horecagebouw komen met een centrumvoorziening. In de centrumvoorziening zullen een aantal winkels opgenomen worden ten behoeve van de eerste levensbehoeftes van de bewoners van de vakantiewoningen. Daarnaast zal daar een sauna en een wellness gebeuren bijgebouwd worden. De bedoeling was dat er 290 woningen zouden komen. Het worden er 250. Waarom? Ja. Nou, er is een bestemmingsplan afgegeven 20 jaar geleden ongeveer. En destijds zouden er 290 gelijkblijvende woningen komen. Maar de recreatiemarkt vraagt tegenwoordig om een diversiteit aan woningen. Voor 4 persoons, 6 persoons, 8, 12 tot 14 persoons zelfs. Voor families, groepsaccommodaties, etc. We hebben lang gedaan over de discussie het verharden van de Heergebeekweg. Aangezien Enschede in principe de buitenwegen niet meer mag verharden. En uiteindelijk hebben we daar een procedure door moeten lopen die uiteindelijk door de gemeenteraad is aangenomen. Zoals nou het plan voorzien is, zal de Heergebeekweg verhard worden. In ieder geval tot aan de ingang van het park. Niet het laatste deel, het zal in de zandweg blijven en zal afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. En dat is wel van levensbelang voor het park. Je kunt het park niet bereiken via een zandweg, dat gerechtvaardigt de investering niet. En nog meer nieuws van het Rutbeek, want het festival Fantasy Island stopt. Het hardcore en hardstyle festival werd elk jaar gehouden met Pinkster op het Rutbeek. Het festival sneuvelt nu door het succes van Frestival, dat op dezelfde plek en in hetzelfde weekend wordt gehouden. Verschuiven naar een andere datum was niet haalbaar en dus stopt Fantasy Island. Maar Frestival gaat wel door. De Duitse vervoerder Flixbus rijdt momenteel minder vaak van Enschede naar Groningen en naar Eindhoven. Naar Groningen kan alleen nog op vrijdag en zondag. Naar Eindhoven gaat de bus nog wel 2 keer per dag, maar dan alleen 's avonds laat en midden in de nacht. En dat er minder bussen rijden komt door de winterdienstregeling. En heeft volgens Flixbus niets te maken met het lage aantal reizigers dat van de busdienst gebruik maakt. Flixbus begon een jaar geleden en de eerste maanden bleek er maar weinig animo te zijn voor de busreizen van Enschede naar Eindhoven en Groningen. Er zaten steeds maar weinig passagiers in de bussen. Het is vandaag de dag van de vrijwilliger. Bij veel organisaties wordt gewerkt met vrijwilligers, waar ze vaak onmisbaar zijn. Bijvoorbeeld in de zorg. 150 inwoners van Enschede die als vrijwilliger actief zijn in de ouderenzorg, werden vandaag bedankt voor hun inzet. Ze konden aanschuiven bij een stamppottenbuffet. Wij zijn van Alifa Welzijn Ouderen. En wij zijn een organisatie die zich bezighoudt met ondersteunen van ouderen in Enschede. En wij doen dat met vrijwilligers. En we hebben iets van 250 vrijwilligers. Die mensen helpen. En één keer per jaar nodigen we alle mensen uit om lekker bij elkaar te komen. En een deel daarvan die komen hier. Er zijn ongeveer zo'n 150 mensen komen hier bij elkaar. En dan even gezellig en ook een stamppot eten. We zijn ooit een keer begonnen met waren een heel klein groepje. Er was het idee, daar gingen wij juist voor de vrijwilligers een keer koken. Maar het was leuk, er waren iets van 20, 25 vrijwilligers. En het werd er steeds meer en meer. En dan konden we zelf niet meer koken. Toen hebben wij een catering ingehuurd. Op laatst werd het zo groot, dus zijn we hier naartoe gegaan. Ja, we merken dat mensen dit heel erg leuk vinden. Om lekker bij elkaar te komen. Klein toespraakje, de wethouder komt straks ook, of Israël. Dat is leuk, maar juist even bij elkaar komen en lekker bij elkaar kletsen. En als je dus ziet hoeveel mensen er hier zijn, dan kun je zien hoe belangrijk het is. Maar is dat gezellig zo'n dagje als dit? Ja. We komen wel regelmatig bij elkaar, maar het is wel leuk om juist de hele groep bij elkaar te krijgen. En men vindt dan leuk. Om te zien hoeveel mensen er zijn. Want het zijn echt best een grote groep bij elkaar. En ook bij deze omroep, TV Enschede FM, zijn veel vrijwilligers actief.
Naast stagiairs en betaalde krachten werkt de lokale omroep met maar liefst 180 vrijwilligers. Voetbal dan. FC Twente wil de contracten met 3 spelers uit de eigen opleiding openbreken en verlengen. Het gaat om Jeroen van der Lelie en Peet Bijen, die basisspeler zijn. En om Jelle van der Heijden, die al geregeld bij het eerste speelt. De contracten van de 3 spelers lopen bijna af en FC Twente wil dus graag met ze verder. Het bedrijf Horror Partners uit Lonneker is genomineerd voor de titel Slechtste Slogan. Het bedrijf hanteert de leus: wie niet horror wil, moet maar voelen. Het bedrijf zelf is niet zo blij met de nominatie. Volgens het bedrijf is de slogan juist leuk bedoeld en is hij absoluut niet slecht. Deze week kan er gestemd worden op de 10 genomineerden via sloganverkiezing.nl. Onder de genomineerden zit ook een patisserie uit Nijmegen met de leus: wij spelen open taart. En een lingeriewinkel uit Epe met de slogan: tiet voor een goede BH. Het was erg koud de afgelopen dagen, met 's nachts enkele graden vorst. En op sommige plekken ontstond een klein laagje ijs. De 23-jarige Ferdi uit Hengelo wilde wel eens testen hoe stevig dat ijs nou was. Bij het Kennispark Twente deed hij zijn jas en trui uit, nam een aanloopje en stortte zich op de dunne ijsvloer. Hij glijdt nog wat door, krabbelt op, haalt bijna de overkant, maar gaat dan door het ijs. En dat tot groot vermaak van de mensen die er omheen staan. En het duurt nog wel even voordat er weer ijs komt. Het was vandaag niet zo koud als de afgelopen dagen. En ook vannacht is het aangenaam. Het gaat niet vriezen en het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgen is er opnieuw vrij veel bewolking, maar het blijft wel droog. In het weekend kan het gaan regenen. Het is de komende dagen overdag zo'n 9 graden en 's nachts een graad of 6, 7. En tot zover het TV Enschede Nieuws van woensdag 7 december. Nu het NOS Nieuws in 60 seconden en daarna van eigen bodem. Ik wens u een fijne avond verder.